Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over alles wat te maken heeft met leven met een beperking. Vandaag neem ik je gezellig mee op pad, want ik ben uitgenodigd door Stichting Vaarwens om met hun een mooie vaartocht te gaan maken. Stichting Vaarwens organiseert mooie vaartochten voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, om hun een mooie laatste dag en herinnering te kunnen bieden, samen met hun naasten. En ik behoor natuurlijk niet helemaal tot die doelgroep, maar mijn bonusvader is sponsor van Stichting Vaarwens. En daarom ben ik uitgenodigd om vandaag een dagje mee te varen. Ik ben super benieuwd en ik vind het echt een super mooie missie die ik een heel warm hart toedraag. Dus het leek me leuk om jullie mee op pad te nemen. We zijn aangekomen in Amsterdam en we staan nu op de MDSM-werf. En nu moeten we op zoek naar de boot van Stichting Vaarwens. Ik ben benieuwd. Het schip was makkelijk te vinden voor ons, want de schipper en de boot van vandaag stonden ons al op te wachten. En terwijl we nog even wachten op mijn moeder en bonusvader, konden we alvast een kijkje nemen aan boord. Lekker warm. Het is hier goed warm, ja. Kijk. Wow. Dit is onze schipper, Klaas. Klaas, aangenaam. En Gerda, die maakt de foto's vandaag. En de maat. Wauw. De maat van de schipper. Yeah. Dit zijn de initiatiefnemers van Stichting Vaarwens, Inge en Evert. Op het schip is veel informatie te vinden over het werk van Stichting Vaarwens. En zoals hier over het ontstaan en het aanpassen van het schip. Zodat het volledig rolstoel toegankelijk is en er zelfs mensen met een bed of brancard het schip op kunnen om te genieten van een prachtige dag met hun dierbaren. Daar gaan we! Nou, we zijn net vertrokken. We varen nu langs de Prins Hendrikkade. Ik zal het jullie laten zien, vlakbij het Amsterdam Centraal Station. Oh, nee, dat gaat hem niet worden, denk ik. Maar ik kan wel lekker kijken. We zijn nu onderweg en ik mocht kiezen waar we naartoe gaan. En we gaan lekker Amsterdam in. En dat vind ik super leuk, want dat ben ik al heel lang niet geweest. En ik heb Amsterdam natuurlijk nog nooit vanaf het water gezien. Dus ja, zin in en het is een super leuke ervaring. Nee, ik heb een mooi Vaarwens bubbel en ik ga even naar beneden om daar te laten zien wat ze hier allemaal hebben. Hier? Bij de stoel, dat is een liftje. Daarmee kan Malon ook naar beneden. Alle gemakken voorzien. Hier een paar slaapkamers.
koelkastje. Keuken. Een heel ruim toilet. Spannend! Ben je verzekerd? Nee. Ja, je mag besturen hoor. Je kan ook autorijden. Je kunt daar zien hoe je roer ligt. Kijk, er ligt nu een bakboord, maar ze gaan weer teruggaan. Kijk, dan ga je midstreep, zie je? Daar. En zo ga je via de rechtuit. Nou, we zijn nu even aangemeerd en we liggen in de Amstel, hier aan deze kant. En we gaan nu even lekker lunchen. Heerlijke broodjes. En René zit er al klaar voor. En lekker drinken, sap, melk, druiven. Er is van alles, dus dat komt helemaal goed. En Stijn? Ziet er goed uit. Eet smakelijk. We hebben net heerlijk geluncht. En ik dacht, het is een mooi moment om even wat vragen aan Klaas te stellen. Hoe lang ben je al vrijwilliger bij Stichting Vaarwets? De Vaarwets bestaat 15 jaar nu. Ja. En sinds 2,5 jaar hebben we dit scheepje. En sinds 2,5 jaar ben ik vrijwilliger bij de Vaarwets, bij de schip. Okay. We zijn met 90 vrijwilligers zo'n beetje, waarvan 21 schippers. En we varen zo 1 à 2 keer per maand varen met het scheepje. Ik heb er zo een scheepje vaart elke dag bijna. En waarom ben je begonnen met het vrijwilligerswerk? Ik heb mijn hele leven lang heb ik gevaren. En op een gegeven moment kwam een van de mensen van het loodswezen. Die had een berichtje gestuurd naar de oud-loodsen. Of ze interesse hadden om vrijwilliger te worden bij de Vaarwets. En ik was al eens op het eerdere scheepje, het eerste scheepje geweest van de Vaarwets. En ik vond het een prachtig iets. En toen heb ik me aangemeld. De vaartochten van Stichting Vaarwens zijn toch vooral voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn? Ja. Bij mensen die het is geen prettig woord, die over het algemeen terminaal zijn. Ja. Maar we hebben wel patiënten die toch een jaar later toch weer terugkomen. Elke reis is bijzonder. Elke reis is echt bijzonder. En de mensen zijn altijd heel dankbaar. De kreet van de vaarwens is ook... De ziekte blijft aan de wal. En de mensen zie je ook altijd opfleuren aan boord. En kunnen toch nog een hoop zijn leven op. Je hebt soms mensen aan boord die misschien nog maar een week aan dagen hebben. Maar die dan zo goed zijn dat je denkt van die kan nog jaar mee. Maar het is een opleving. Ze zeggen wel eens, ook zo'n kreet van de vaarweg, de vaarweg boost. Ja. En ook vaak zijn de geliefden aan boord en soms heb je de mensen die ook die geliefden soms maanden niet gezien hebben en straks ook helemaal niet meer zien. Dus dan, dat kan heel heftig zijn. Ja, dankjewel. Ja. Allemaal lekkere verstapelingen. Ik heb nog een glas erbij. Nou, we zijn aangekomen in de haven. En het was super leuk. Ja.
Ja, wat vond je ervan? Super leuk! Vaste vond, grond onder de voeten? Nee. Een beetje heen en weer gaan. Ja, maar dit is ook nog geen vaste grond. Heel erg bedankt. Super bedankt. Heel graag gedaan. Wij gaan weer op weg naar huis. Het zon natuurlijk door. Het was echt een super leuke dag. We hebben heel erg genoten. Het was een hele ontspannen, relaxte dag. En heel erg bedankt voor de uitnodiging. En wil je nou meer weten over het werk van Stichting Vaarwens? Kijk dan even op hun website, die laat ik hier in beeld verschijnen. En op hun social media. En ken je iemand die je heel blij kunt maken met zo'n mooie vaarwens? Meld diegene dan aan. Vond je dit een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. En abonneer je op mijn YouTube kanaal hier beneden als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video weer. Dankjewel voor het kijken. Doeg!